Speciaal voor 4Art heeft kunstenaar Rob Sveren zijn kunstwerk Silent City opgezet. Een uitstekende plek voor onze deskundigen om de hoogtepunten van de afgelopen 4 seizoenen te beschrijven. Nou, er zijn natuurlijk een heleboel hoogtepunten, maar ik heb ook een hele mooie herinnering aan de uitzending met Rieneke Dijkstra. We begonnen bijvoorbeeld ook met hele vroege foto's die ze nog als hele schuchtere fotograaf maakte in Paradiso, waarbij ze bezig was jeugdculturen vast te leggen, maar konden eigenlijk haar ontwikkeling volledig volgen. Misschien wel het meest merkwaardige item was met Lawrence Wiener. Omwille van 2 redenen. Lawrence Wiener is een man die ik ontzettend bewonder. Hij is een beetje guru-achtige figuur. Dus ik had een beetje, ja, het is iemand bij wie je je lichtelijk onzeker voelt of je niet debiele vragen stelt. En daar maakt hij ook gebruik van. En het tweede vreemde element was dat het een interview via Skype was, wat toch heel afstandelijk is. Sowieso hou ik niet van Skype, ook niet in het echte leven. Maar het interview viel ontzettend mee, want Wiener is duidelijk een professional die daar kan mee omgaan. En die mij ook en passant heel erg subtiel terecht wees en zei van, ach, misschien moeten we niet altijd alles proberen uit te leggen aan de mensen. Misschien is dat niet onze opdracht in het leven. But maybe I'm overinterpreting. Maybe you are. Het werk van Lawrence Wiener bestaat voornamelijk uit poëtische en semi-poëtische teksten, soms ook filosofisch. En in de tentoonstelling in het Stedelijk liet hij voornamelijk tekeningen daarvan zien en schetsen. Dus het was al heel erg afstandelijk en kwam eigenlijk pas tot leven als je het hardop ging voorlezen, die teksten. En dat is ook wat we gedaan hebben in een item, doordat je kreeg een soort sing-song. Werd het eigenlijk bijna een soort muziek. Sail on. Keeping within the line. Rum is as rum does. Sail on. Desire distortions required. Distortion as a means, delusion as an end. Keeping within the line, sail on. Using the depths to ignore a horizon of the level of the sea. Natuurlijk geldt voor mij dat ik Robert Zandvliet altijd heel bijzonder vind. Dat is een van mijn favoriete schilders van Nederland. Nou, toen ik voor 4Art op zijn atelier was, had hij net een nieuwe studio op een andere plek. En dat interview past er dus heel mooi in dat project. Hij was een beetje aan het zoeken, hij was een beetje aan het tasten, hij was met allerlei dingen tegelijk bezig. En ik vind het juist zo mooi om grote kunstenaars, want dat is hij ongetwijfeld, ook te kunnen filmen als ze allerlei mooie dingen gedaan hebben, maar precies even aan het zoeken zijn. Dat je ook ziet dat het niet altijd maar koek en ei en pais en vree is in het kunstenaarsleven. Bij Robert Zandvliet kwam die balans, die spanning er heel mooi uit. Naar wie is deze gemaakt? Dit is naar aanleiding van Hokusai, Japanse print. Soms zie je iets in een werk wat je heel mooi vindt. Weet je, wat ik heel mooi vind aan die print van Hokusai is het een soort van chaos. En daar ben ik natuurlijk daar weer zelf niet zo erg goed in. Ik bedoel, naast dat het een onderzoek is naar anderen en hoe ik in de tijd sta, ik word heel goed duidelijk waar A, de kwaliteiten van anderen liggen, maar ook waar mijn kwaliteiten liggen en waar mijn onvermogens liggen. Ja, Wim T. Schippers was echt absoluut onregisseerbaar. Nou hoef ik op zich niet te regisseren, maar ik moest hem natuurlijk wel allemaal vragen stellen. En ik denk dat hij op geen enkele vraag antwoord heeft gegeven. Dit heet Mirapus Christel, heet dit. Dini Christel. Echt waar, het staat er ook op de titel. Het viel een schop ineens te binnen, zo moet het heten. Waarom heet het zo? Waarom heet het zo? Ja, waarom leven wij? Ik bedoel, dat zijn irrelevante vragen. Ja. En het was ook zo, dan hadden we het ergens over en dan, ja, ik moest toch had ik het idee, voor de kijkers bepaalde dingen uit hem krijgen. Maar hij weigerde absoluut niet uit boosheid of, maar zo is Wim T. Schippers. Die werkt aan geen enkel project mee, behalve zijn eigen project. En dat interview en die hele uitzending werd dus ook, dat ik het gevoel had dat ik een beetje achter hem aandribbelde. En af en toe dan zei hij iets wat net heel bijzonder was. En dacht ik, oh ja, dan kunnen ze dat eruit snijden. Of dan was er iets om te zien en dan konden ze dat eruit snijden.
Want zelf had ik echt absoluut niet de illusie dat ik met hem in gesprek kon raken. Wat ook ongelooflijk vermakelijk en leuk was. Maar het was een heel andere ervaring dan de andere uitzendingen. Ook een mooi ding, hè? Ja. Ik dacht dat ik een andere jas aan had hangen, maar dat is toch niet... Sorry, maar ik liet de objecten niet aan te raken. Nee, zeker. Dank u wel. Ja. Ik heb het jasje gedragen. Ja, dat was ook heel fout. Dit is toch fantastisch, hè? Heb ik ooit gedragen, dit jasje? En nu is het kunst geworden en mag ik er niet meer aankomen. Dat is toch fantastisch? En ik ben het ook mee eens, hoor. Waarom worden wij geboren? Waarom gaan wij door? Daarover hoef je niks van te voeren. Plomp verloren wordt je lot genoemd. Wat mij eigenlijk het meest heeft verrast met het televisie maken over kunst, was dat het zo moeilijk is om items te maken over videokunst. Terwijl je zou denken van video is bewegend beeld, lijkt op televisie. Maar dat is altijd toch een barrière. Omdat je, als je video in een tentoonstellingsruimte toont, dan is het een projectie op de wand. En als je dat gaat filmen, dan wordt het heel vlak. En, maar één iemand met wie het wel heel makkelijk en ontzettend leuk was om dat te doen, was met Feiko Beckers. Een Nederlandse kunstenaar die ontzettend gevoel voor humor heeft. Humor in de hedendaagse kunst is een ontzettend moeilijk iets. Maar Feiko die weet het zowel te verwerken in zijn persoonlijke interactie als in zijn werk. Ik heb een performance gedaan dat mijn moeder op zo'n plateau stond. En dat ze zo, dat ik op een knop drukte dat mijn moeder door dat plateau heen zakte. En dat ze dan verdwenen was voor het publiek. Kijk, ik heb ontzettend gelachen ook natuurlijk. Niet zo heel lang geleden hebben we opnames gehad met Wielehad Eilers, Wayne Horse. En dat hij zo'n fragment liet zien van een acteur in een zeehondenpak wat lag te spartelen voor een man bij een keyboard. Ik hield het niet meer. We told people, can we film with the walrus suit? We never tell about the ass. And then it's too late while you're doing it already. This is painful to look at, Wielehad. The guy is really doing his best. En ook hoe hij zijn tekeningen kon toelichten. Van ik droomde over hoe ik gedragen werd in een brand new Mercedes. Gedragen door alleen maar naakte politievrouwen. En als je zit te luisteren en denkt, wow, dat is een mooie fantasie. Het gebeurde me wel een paar keer dat ik behoorlijk beschaamd was. Al vrij aan het begin, toen ik bij fotograaf Paul Koiker op de tentoonstelling stond. Die grote, zware, naakte vrouwen fotografeert. En ik een heel verhaal moest houden terwijl ik recht in de kont van een van de dames stond te turen. Dat was toch een tikje ongemakkelijk. Hij lijkt zelf een voyeur, maar terwijl hij die foto's maakt en ze aan zijn publiek voorlegt, word je als publiek, als toeschouwer, als kijker zelf de allergrootste voyeur. Iets soortgelijks had ik bij Ina van Zijl, fantastische schilderes. Maar op het moment dat je dan een reeksje vagina's langs moet en die heel intellectueel moet duiden, sta je toch als man wel een klein beetje met je oren te klapperen en op je hoofd te krabben. Bijvoorbeeld bij dit schilderij, dat ook gewoon kut heet. Zie je dat ze de materie gebruikt om de zaak nog vetter, nog heftiger te maken. De verf ligt er in dikke, plastische lagen op en druipt bijna aan de onderkant van het schilderij af. Ik denk dat For Art in de voorbije vier seizoenen heeft aangetoond dat de Nederlandse kunst onverminderd hoog staat aangeschreven. En dat die Nederlandse kunst ook allerlei vormen aanneemt. Van heel traditionele schilderkunst en beeldhouwkunst, heel vaardige, vakkundige schilders en beeldhouwers, tot conceptuele kunstenaars die telkens weer opnieuw uitvinden wat kunst is en wat kunst kan betekenen. Wat ik zo geweldig vond aan al die kunstenaars die ik ontmoet heb, maar ook velen daarbuiten, is dat ze je inderdaad telkens van die verrassende nieuwe inzichten en gevoelens kunnen tonen. Ik hoop natuurlijk dat kunstenaars daar, ondanks al die maatschappelijke druk en ondanks het feit dat dingen soms niet al te moeilijk mogen zijn, hun kop in de wind gooien en daar gewoon vol mee doorgaan. Rare dingen bedenken, andere dingen
verrassende dingen, prikkelende dingen. Dat is namelijk waarom kunst bestaat. En ik hoop echt dat dat in volle kracht door kan gaan.